Iedereen moet gecontroleerd worden. Waarom is dat nodig? Tegen IS of zo, dan aanval of zo. Een demonstratie op het Malieveld tegen het referendum van Erdogan. Waarom? Tegen de macht die de president in Turkije wil. Ja, nog meer macht. Hij heeft wel macht. Hij doet alles nou. We denken dat het wetsvoorstel geen democratische wetsvoorstel is. Het is een referendum, dus het is zo democratisch als maar kan. Ja, kijk, referendum is wel democratisch. Kijk, als je eenzijdig propaganda voert, kan je niet spreken over een rechtvaardig referendum. Wat gebeurt er nou? Iedereen wordt verzocht om het gebied te verlaten, zodat iedereen gecontroleerd kan worden. Iedereen moet ineens gaan lopen. Nee, maar ik ben even bezig. Nou, je moet even goed controleren. Nou, om te kijken of iedereen wel veilig naar binnen kan, of je geen rare spullen bij je hebt. Wetende wat allemaal in Brussel is gebeurd de afgelopen week, dat ze toch zo'n check doen. En waarom is dat nodig? Tegen IS of zo, dan aanval of zo. Het is niet voor niets dat zoveel politie hier is en dat het veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wat zegt dat? Ja, dat zegt iets over de andere partij. Tussen de over de ja-stemmers. Met die mensen valt heel moeilijk een discussie te voeren die voor Erdogan zijn. Ze zijn zo echt geïndoctrineerd eigenlijk, die mensen. Willen ze niet, zijn ze niet snel ervan overtuigd van mijn mening. Parlementsleden zijn opgepakt en zitten achter slot en grendel. Iedereen moet een nee stemmen, omdat iedereen wij willen gewoon samenleven. Ik versta je wel hoor. Denk het nee, wij zijn nee. 100% nee. Denkt u dat het wel veilig gaat zijn voor de stemmers de komende tijd in Nederland? Ik hoop dat het veilig is, maar zo niet dan nog. Zou ik iedereen roepen om wel te gaan stemmen? Ja, alle mensen moeten nee zeggen tegen de dictatuur. Dus wij stemmen nee. Haier! 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 Haier!